Minister Brontë Sommaharju van Binnenlandse Zaken is er voorstander van dat 25 februari als nationale dag wordt opgeheven. De vorige regering onder leiding van Desirée Boutersen heeft 25 februari uitgeroepen tot de dag van de bevrijding en vernieuwing. Hiermee wordt de militaire coup van 25 februari 1980 gezien als een daad van bevrijding. Reeds in het eerste zittingstermijn van Boutersen werd 25 februari tot een nationale vrije dag verklaard. Sommaharju heeft een raadsvoorstel ingediend om deze nationale dag af te schaffen. Die wordt aanstaande woensdag of vrijdag behandeld in de raad. Ik ben er voorstander van om het af te schaffen. Omdat de vorige president, meneer Boutersen, zelf heeft aangegeven dat het een staatsgreep was. En wij als elk respecterend volk kan geen staatsgreep vieren. Dus ik ga ervan uit dat de ministers ook akkoord gaan en dan is het geen vrije dag meer. Het proces om de dag af te schaffen zal volgens de bewindsman niet lang duren. In de kwestie registratie landsdienaren zegt Sommaharju dat deze nog gaande is. Het ministerie is nu bezig de landsdienaren in de districtie Paluwini te registreren. Inmiddels zijn er reeds duizenden ambtenaren geregistreerd. Sommaharju geeft aan dat er rekening is gehouden met de gebieden waar er geen infrastructuur is voor internet. Wij proberen volgende week af te ronden, zodat wij de LDR-registratie, landsdienaarregistratie, kunnen overhandigen aan de president. Aan de landsdienaarregistratie gaan wij al onze overheidspersoneelszaken hangen, zoals een vervroegd uitdienstregeling, misschien vervroegd pensioen. Het gaat een heel groot project zijn, dus we proberen af te ronden. Zowel fysiek zijn we aan het registreren in de verschillende districten, Sipaliwini, Brokkoponde, maar ook via online. Dus de animo is goed. Omdat wij natuurlijk ervan bewust zijn dat niet iedereen online kan registreren. Maar als het ministerie van Binnenlandse Zaken die als sleutelwoord dienstbaarheid heeft, gaan wij ook naar het volk toe. En de registratie in de andere districten, hoe is dat verlopen? Heel goed. We hebben actieve ambtenaren geregistreerd, maar ook heel veel categorie problemen die ik al vaker heb aangekaart. Dat zijn de aanstellingen vlak voor de nieuwe regering aantrad. Dus. Minister Brontë Sommaharju van Binnenlandse Zaken besluit met de informatie dat het nog mogelijk is dat ambtenaren in de stad en in de districten zich online registreren, omdat het proces van evaluatie dagelijks doorgaat.